Per dag wordt Ide de Boer en zijn vrouw Sil zo'n 10 keer gebeld door mensen die denken met de gemeente te bellen. Met de boer? Nee, dan moet u even het juiste nummer bellen. Goedemorgen. Ik word regelmatig sinds een jaar of 2, 3 gebeld. Als men een gemeente in het Gooi nodig heeft. Omdat het Gooi, althans de gemeentes in Nederland, een rechtstreeks nummer hebben gekregen, een servicenummer. Onder andere Hilversum 140-35. En de laatste 5 cijfers van mijn nummer zijn 40-35. Wat voor telefoontjes krijgt u allemaal? Allerlei soorten vragen. Het opmerkelijk is dat ze zelfs naar het buitenland bellen. Om een vergunning, trouwakte eigenlijk, geboorteakte, voor een dochter die in Spanje gaat trouwen. Wat wilt u dat de gemeente gaat doen? Ja, de gemeente die kan weinig doen. Alles dus openbaar maken, zoveel mogelijk in de pers zeggen, zeker in de beginfase. Maar wat heeft de gemeente voor u gedaan? Zijn ze met een aanbod gekomen? Ja, aanbod voor een nieuw nummer. Ja, ja. Dat is het enige, verder niet. Nee. Dus dat is onbegrijpelijk om dat te gaan doen. Dat kan niet. Nee. Maar je moet wel heel veel mensen inlichten voor een nieuw nummer. Je papieren moet je allemaal veranderen, je moet alles veranderen, je verzekeringen, alles. Op zich is het niet zo dat ik uren daarin kwijt ben, het stoort gewoon. Maar ik denk ook een van de belangrijkere redenen is het publiek dat ze weten hoe ze ermee om te gaan. Niet zozeer alleen mijn zakelijkheid, maar ook voor de anderen. Ja. Wat gaat u nu de komende periode doen? Nou ja, gewoon de telefoon aan blijven nemen en eigenlijk verder kennen weinig aan. Wilt u de gemeente bellen, dan belt u met 14 035. Zonder toevoeging van andere cijfers.